het programma Geloven niet alleen op zondag, ben ik vandaag thuis bij Sjaak ten Hoven. Sjaak, welkom. Ja, niet bij mij. Ik zit hier bij jou op de bank. Ook welkom. Ja. Ja. Ze hebben mij gevraagd als ik naar jou toe wil komen om over het geloof te praten. Wat is er precies bij jou gebeurd waarom ik hier op de bank zit? Wat heeft het geloof van betekenis voor jou in je leven? Ja, het geloof, dat heeft best heel veel betekenis in mijn leven. Eigenlijk is dat niet alles, want ik probeer eigenlijk de keuzes die ik maak in mijn leven, daar probeer ik altijd bij na te denken, wat God van mij verlangt. En, heb je dat altijd al gehad, of is dat iets van de laatste jaren? Nou, dat is iets van de laatste 7 jaar. Ik ben van 7 jaar terug, ben ik tot geloof gekomen. Dat ik echt mooi merk dat God bestaat. Ben je ook gelovig opgevoed? Of? Ja, ik ben altijd gelovig opgevoed door mijn ouders. Daar ben ik ook blij mee. Ik ben altijd naar een christelijke school gegaan. Altijd naar de kerk geweest. Maar ik geloof wel dat God de wereld had geschapen, zou ik maar zeggen. Maar dat eeuwige leven, ik dacht altijd, dat is voor mij niet weggelegd. Want, ik denk, daar heb ik te veel verkeerde dingen voor gedaan in mijn leven. En, je wist dat Jezus aan het kruis gestorven was, ook voor jouw zonde, maar dat kon er bij jou niet helemaal. Nou ja, ik had toch altijd het idee van, dat is iets, daar moet je best voor doen. Dat moet je verdienen. En daarom dacht ik. Sprak je erover met je ouders? Nee, ik sprak er niet over met mijn ouders, nee. Nee, ik had. We hebben er eigenlijk niet zo heel veel over gesproken of zo soort dingen. Dat leven zelf bij mij van binnen. En ik heb best heel veel worsteling mee gehad om te denken, om altijd in de kerk te zitten en denken van jongens, dat is voor mij niet weggelegd. Het pakken me niet op de een of andere manier. Ja, het was meer een gewoonte, ik ging erheen en en ik zat daar gewoon en ik deed. Ik deed ook wel wat in de kerk en ik vond het ook wel fijn om erheen te gaan. Maar die echte zekerheid van geloof die ik nu heb, ja, dat heb ik pas sinds een jaar of 7. Ja, ja, en je puberteit. Je puberteit, dan word je volwassen, dan hebben je ouders niet echt meer wat te zeggen over je. Ging je toen nog naar de kerk? Nee. We zijn een hele poos eigenlijk niet meer naar de kerk geweest. Want wij hadden zelf als pubers er niet zo zin meer aan. En Ja. En ik kreeg verkering met mijn vrouw en we hadden een trouwplan. En dan ga je toch wel over zo'n soort ding nadenken. En toen hebben we over gehad, we gaan straks nog wel samen trouwen en we wilden ook wel in de kerk trouwen. En we geloven ook wel dat er iets was, dus we hebben toen, voordat we in de kerk zijn gaan trouwen, hebben we een catechisatie gevolgd. Beleidenscatechisatie. En dat hebben we toen ook gedaan. En we zijn in de kerk getrouwd. Nou, en zo zijn we zo een beetje doorgegaan. Ja, ook weer gewoon eigenlijk op de gewone weg zoals... Zoals het ging, ja. Zoals het ging. Ja, je gaat er meer een beetje in om, iedereen gaat naar de kerk. Meer de gewoonte, een beetje opvoeding, maar niet om God zelf. Nee, niet om God zelf. Nee, het hoort er een beetje bij. Ja. Ja, en je verlangt, ik had altijd wel een verlang om meer van God te kennen, ja, dat wel. Dat toch wel? Ja, want je hoort verhalen van andere mensen die tot geloof zijn gekomen en dan, je weet wel dat er wat is, maar je hebt zelf nooit een ervaring meegemaakt daarin. Het zijn allemaal verhalen die je hoort en ik vond het allemaal wel leuke verhalen en dat sprak me ook wel aan, maar het was wel allemaal een beetje op een afstand. Een beetje Thomas gevoel, Thomas die ook eigenlijk... De vrouw geloofde weer Jezus na de opstanding, maar toch eigenlijk Jezus wou zien. Kan ik het zo een beetje, die toch eigenlijk een bewijs nodig had, dat gevoel? Ja, misschien wel, ja. Ja. Ik heb in die tijd ook veel gebeden van, als u dan echt bestaat, laat het maar eens zien. En dat is ook gebeurd. Dus, hoe is die ommekeer gekomen? Nou, ik was getrouwd met mevrouw en al snel nadat we getrouwd waren, ben ik vreemd gegaan. En
Ja, dat heeft me heel erg dwars gezeten. En een paar jaar later is dat nog een keer gebeurd. En ik begon er heel erg enorm mee te worstelen, want ik zat ook met mijn geloof. En daarom was het misschien ook wel de gedachte dat ik niet goed genoeg was. Want dat was natuurlijk wel even de zon die tussen mij en God instond. En ik dacht bij mezelf, ik heb vergeving om gevraagd. Dat is goed zo, weet je wel. Maar ik wist gewoon dat het niet goed zat. Ik vernam dat gewoon. En ik dacht bij mezelf, ik hoef dit mijn vrouw niet te vertellen. Want ik heb de vergeving om gevraagd. Het is goed zo. En als ik het ga vertellen, dan zadel ik haar met problemen op. En ik ben mijn probleem kwijt. Maar al die jaren begon me er steeds meer dwars te zitten. En in die tijd dat me dat echt heel erg hoog zat, toen zat mijn vrouw, die zat op alfa-cursus. En die begon te veranderen. Die kwam er tot geloof daar. En die bracht boekjes mee naar huis. En ik las allemaal boekjes. En over mensen die tot geloof kwamen. En die echt merkten dat, dat God bestond in een relatie had met Jezus. En ik begon weer te bidden. Ik zei, ja, dat wil ik ook graag. Hè? En inmiddels, mijn vrouw die was bevallen van ons eerste zoontje. En inmiddels was ze al in verwachting van ons tweede zoontje. En op het moment, het zat me heel erg hoog. En ik wilde het echt graag kwijt. Maar ik wist eigenlijk niet goed meer waar ik mee moest. Ik kon er niet meer verslapen en ik kon niet meer eten. En inmiddels, ik ging af en toe eens naar een piratenfeestje toe. En de vrouwen begonnen met mij te sms'en. En ik wist niet wie er was. En mijn hele hoofd was op hol geslagen. En ik was eigenlijk best wel een beetje spoor bij ze toen op dat moment. Die vrouw was met jou aan het sms'en? Ja, maar ik wist niet wie het was. Maar eigenlijk heb je dus dan toen het telefoonnummer wel aan haar gegeven. Want ja, nou ja, die was wel bekend bij haar. Maar ik wist niet wie zij was. Nee. En dat weet ik nog steeds niet. Nee. En maar op dat moment, joh, dat begon me steeds hoger te zitten. We gingen naar de begrafenis. En de dominee die vertelde een verhaal van de verloren zoon. En de vader die staat de verloren zoon met open armen op te wachten. En hij is weer welkom thuis. En die dominee zegt, ja, zo staat God ook op jou te wachten. Hij staat op je te wachten, zeg, en hij heeft zijn arm wijd uitgespreid. En als er dingen zijn die tussen jou en hem in de weg staan, dan moet je dat bij hem brengen. Dan wil hij je daarbij helpen. Nou, en tijdens die begrafenis heb ik gebeden. Ik zeg, heer, u weet wat me dwars zit. Ik weet niet wat ik het op moet lossen. Help me daar maar mee. En dan vertrouw ik erop. En dat was op een woensdag. En op een vrijdagavond. We liggen samen s'avonds op bed. En we raken zo'n gesprek. En ik ga naar beneden. Ik moest naar de wc en ik kom weer boven. En ik vertel mijn vrouw gewoon alles wat er afgespeeld was. Ik heb gewoon alles opgebiecht. En ik was er eigenlijk helemaal niet van plan. Maar dat gebeurde wel op dat moment. Want ik had ervoor gebeden of God mij wil helpen. En het was ongeveer 2 weken voordat ze uitgeteld was van ons jongste zoontje. En ik dacht bij mezelf, dit ga ik nu nooit vertellen. Want ik ga niet een hoogzwangere vrouw met zoveel problemen op zadel. Maar het gebeurde wel. En zij was eigenlijk hartstikke rustig. Ik snap er niks van. Ik denk van, hoe kan dat nou? Zo rustig en naar zo'n nieuws. En we hebben er heel lang over gepraat en we zijn geslapen. En de dag erop ging ik met mijn schoonouders naar de Efteling toe. Mijn dochters mee. Hoe voelde jij je? Ik was helemaal, ik voel me echt een slap, Janus. Ik had echt een gigantisch rotgevoel over me. Ik denk, jongen, je hebt zoveel rotdingen gedaan en nu ga je vrouw er nog mee opzadelen. Waar ben je er allemaal mee bezig? Ja, dat je vrouw vertelt. Was je toen nog opgelucht of nee. Nog niet? Nee. En we gingen zaterdags weg. En ik snap mij al niet dat ze zo rustig was, maar ik had er wel een beetje gevoel bij. Dat komt waarschijnlijk omdat ik ervoor gebeden heb. En zaterdags heb ik heel vaak opgebeld. En ze was enorm verdrietig, want ik had er heel veel verdriet aan gedaan. En samen zijn we er diep in de nacht over gepraat. En ik had mijn smoesjes weer klaar. Ik zei, dat komt dat ik er drank op heb. Ik heb verkeerde vrienden. En toen zei ze tegen mij, en als ik het nou eens bij jou doe, nou, wat dan? En ik zeg, ja, dat zou ik niet zo leuk vinden. En ik ging erover nadenken. Ik zei, toen heb ik haar om vergeving gevraagd. Ik zei, ik hoop dat je me kunt vergeven wat ik allemaal gedaan heb. Ik wil graag met je verder. Maar ik kan zo niet meer verder leven.
Ze zegt, ik weet er nog niks van, ik moet over nadenken. Dus die zaterdagavond zijn we gaan slapen. En zondagsmorgen was ik vroeg wakker. Ja, en mijn vrouw die was dus inmiddels naar de Alpha-cursus. En die ging in de Bijbel lezen, die lag daar op tafel. En ik zit zo in de Bijbel te kijken en er lag een kaart bij, een alarmkaart. En op die alarmkaart stond, wat moet je doen als je hebt gezondig? Lees Psalm 51. Nou, ik sla die Bijbel op en ik lees Psalm 51. En dat gaat over David, dat die vreemd is gegaan met Bathsheba. En ik dacht bij mezelf van, krijg nou wat, hè? Zo'n dik boek dat ik nu dat moet lezen. En op dat moment was er stond televisie aan, er was een lied op televisie. Heer, ik kom tot u, gewoon naar mijn gebed. Vergeef mijn zon nu en reinig mijn hart. Ja. En dat gebeurde in één keer op dat moment. Ik wist in één keer dat mijn zon waren vergeven, dat ik een kind van God was. En God die sprak op dat moment op mij. En hij zei, wat er ook gebeurt, tussen jou en mij is het goed. Je zegt, God sprak tot mij. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe mensen dat, voel je dat, hoor je wat, hoe ervaar je dat op dat moment? Het was gewoon een stem in mij. En die zei, wat er ook gebeurt, tussen jou en mij is het goed. Nou, en op dat moment, ik word vervuld met blijdschap en met... En ik was in één keer ontzettend blij, want ik dacht altijd dat het niet voor mij was weggelegd. Omdat al de dingen die ik had gedaan. Ja. Maar ik had, achteraf zeg ik ook van ja, dat komt omdat ik meer zon aan het liggen heb gebracht. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar Jezus die is gekomen voor zondaars en niet voor mensen die zo goed hun best doen. Ik dacht altijd dat ik mijn best ervoor moest doen. En ik was super blij. Ik kon wat dansen hier door de kamer heen. Maar... Ja, ik had het nog niet goed met mijn vrouw. En die kwam later beneden en die zat hier in de bank. En die keek naar buiten en ik was hier bij de aardig bezig. Ik was iets koffie aan het zetten of zo. En ze keek naar buiten en ze kreeg ook echt het gevoel dat ze me moest vergeven. En zij wordt ook gestemd. Ze dacht van, ga jij maar doen waar je goed in bent. En ze zegt, weet je wat we gaan doen? Ze zegt, we gaan zo naar de bos toe. Ik vergeef het je. Ik wil het samen verder met je proberen. We gaan zo samen naar de bos toe. We gaan eind lopen. En we hebben er heel veel over gesproken. Ja, en dat was eigenlijk de ommekeer in mijn leven. En we gingen die week erop. Gingen we met, het was, dat was op 4 november 2007. En die woensdag erop was het dankdag. En we gingen naar de kerk toe. Kregen we preken over Psalm 51. Was je de vorige keer weer naar de kerk geweest? Ja, ik ging ondertussen nog wel naar de kerk toe. En vooral Willy, die was met de Alpha cursus bezig. We gingen wel regelmatig naar de kerk toe. Ja, eigenlijk hoor je twee soorten verhalen. Hè, door deze, de ene kant dat je poosje niet veel met het geloof had. Maar toch elke keer... Wel weer gaan. Ja. Dat God toch elke keer weer in je kwam eigenlijk. Hè, dat het toch weer door je hoofd heen ging van... Ik weet dat ik het niet goed doe. Ja. Ondertussen zijn jullie getrouwd. Je vrouw gaat naar de Alpha-cursus. Dus God speelde wel een rol in jullie leven. Ja. Maar die kwam elke keer weer een beetje weg. En toch elke keer weer terug. En nadat jij eigenlijk bij je vrouw had opgebiecht. Dat het dan toch voor jullie allebei... Ja. Ja, ik heb in die tijd, in die week voordat het allemaal gebeurde. Had ik ook een boek gelezen. Die had mijn vrouw meegenomen van de Alpha-cursus. En daar stond in... wat je doet bepaalt niet wie je bent, maar wie je bent, dat bepaalt wat je doet. En dat zinnetje heeft me heel erg aan het denken gezet. Maar ik dacht al bij mezelf, hey jongens, ik ben een zondaar. Ik ben er niet goed genoeg voor. En dan ga je ook gedragen als een zondaar. Ja. En toen is hij eigenlijk die omkeer gekomen van, dat je mag weten dat je kind van God bent, en dan ga je ook zo gedragen. En dan krijg je, als het ware een relatie met God. Kijk, want ik lees wel eens in de Bijbel, maar uit de kinderbijbel, maar nou kreeg ik echt dat ik zin had om in de Bijbel te lezen. En God die spreekt door de Bijbel heen. En dat raak je dan gewoon. En dat is gewoon een complete verandering in je leven, kun je wel zeggen. Ja, dus dus een aantal jaren geleden gebeurd. Ja. Hoe is het nu bij jullie? Ja, goed. Willy heeft er in het begin heel moeilijk mee gehad. Want die zegt van, ja, eigenlijk, ik was eerst met... Met Henkie getrouwd, nu ben ik met Pietje getrouwd. Die moesten echt wennen aan me. En
We hebben best wel een strijd meegemaakt samen. Maar samen met Gods hulp is het allemaal goed gekomen. En we zijn nu inmiddels 7 jaar verder. En eigenlijk speelde het helemaal niet meer. We zijn vaak tegen elkaar. Die dag dat het is gebeurd, dat is onze nieuwe trouwdag. En we zijn een nieuw leven begonnen. En wat daarvoor, dat hoort eigenlijk bij ons oude leven. Dat is je oude mens. En nu ben je een nieuw mens geworden. Ja. En jullie gaan samen ook op naar de kerk. Ja. Dat is voor jou ook een heel ander iets dan dat je vroeger naar de kerk ging. Ja. Kijk, eerder ging je naar de kerk en je hoorde je verhaaltje en je ging weer naar huis toe. En vanaf dat moment, ik ging naar de kerk toe en ik word echt aangeraakt tijdens die diensten. Soms al, want dan hoor je lied of je hoort een verhaal. Nou, en dan pak je dan gewoon een ronde traanje over de ogen. Door de tranen over de wang. Ja. En dat begint in één keer te leven. Je ogen beginnen te stralen. Ziek. Ja. Maar Sjaak, ik vind het echt ontzettend dapper, want ik kwam hier, ik ken je niet. Ik wist dat Sjaak ten Hove heeft, meer wist ik ook niet. Nee. Ik vind het heel wat dat je dit zo voor de camera vertelt. Ja. En ik hoop dat hier ontzettend veel mensen ook door geholpen worden. Ja. Ook mensen die toch in het huwelijk waar het niet goed gaat. Ja. Dat er wel een ommekeer kan zijn. Ook al is er man of vrouw vreemd gegaan. Ja. Dat het daardoor niet het einde hoeft te betekenen. Nee. Wil je wat tegen de mensen zeggen? Ja. Daarom vertel ik het verhaal ook. Want je kunt enorm gevangen zitten in je eigen zonde en de dingen die je verkeerd doet. En als je dat aan het licht brengt, dan kan God zijn werk doen in je. En dat heeft hij ook gedaan. En er is een enorme verandering plaatsgevonden in ons leven. Maar dat is gewoon iets waar je alle mensen gunt. En daarom vertel ik het ook. Want we zijn allemaal mensen, we kunnen allemaal fouten maken. Maar er is ook een weg terug. En dat God je erbij wil helpen, net als hij bij mij heeft gedaan. Dat wil hij bij iedereen doen. En daarom vind ik het ook belangrijk om dit verhaal te vertellen. God heeft jou de hand toegereikt en je hebt hem gepakt. Ja. Ja. Ik wil je nog meer kwijt. Wil je nog meer? We hebben dus over God heeft je de hand toegereikt en je hebt hem gepakt. Dat ik, in Efeze 2 staat ook een stukje van, uit genade ben je verlost. En dat het een gift is van God, een geschenk. En die mag je zo aanpakken. En dat heeft voor mij heel lang geduurd. En dat is voor iedereen. En, ik zeg niet dat God heeft jou de hand al geraakt, maar volgens mij heeft hij ook wel flink in de kraag gepakt. Zo van. Ja. En nou eens even. Nog over de boel even recht zetten. Ja. Dat lukt, ik zeg het niet zo. Maar zo is het wel een beetje. En gelukkig is dat bij jou goed gekomen. Het huwelijk, ik kwam je binnen en heerlijk. Je voelt hier sfeer in huis en alles is goed gekomen. Het zal altijd, hè. Ik bedoel, je moet altijd vechten, laten we eerlijk zijn. Maar jullie komen wel samen bij God. Ja, dat is ook de verandering die er plaatsgevonden heeft. Want voor die tijd hadden we eigenlijk, Er was altijd een bepaalde soort spanning. Er zit iets. Ja, er zat niet alleen iets tussen God en mij, maar ook tussen mij en mijn vrouw. Sjaak, ik bedank je voor het mooie, heel openhartig gesprek. Wat je toch met ons allemaal wilt delen. Wat toch best wel pittig is. Wat ook een hele mooie afloop heeft. Ik wens je God zegen toe. Voor jou, je vrouw, je gezin, in je verdere leven. En nogmaals bedankt. Ja, jullie ook God zegen met het programma. En bedankt dat ik mijn verhaal mag vertellen. Ja. Kijk eens, dit is weer een aflevering van Geloven, niet alleen op zondag. Ik zou zeggen, tot volgende keer.